Wij gaan naar... Daar is papa binnen! Volgens mij hebben jullie dit hier nog nooit gezien. Deze is van mijn zus. Deze is gevaarlijk. Nee, hij, niet. Hij heeft poep! Maar nog steeds vind ik het heel moeilijk om te zeggen of dat dan door de bestraling komt of... I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hey, hey lieve dokties, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn weer lekker op pad. Wij gaan naar de nieuwe Peppa Pig. World of Play. World Play. Yo! Ik weet het niet, ik ga even kijken. Ga gewoon even kijken of de plek is. Even kijken. Maar kijk. Nice, nice. Ja, we gaan even kijken of het wat is. En we hebben ook een nieuwe wandelwagen gekocht. Een nieuwe buggy, want die andere die was die gewoon helemaal uitgegroeid. Hij ging met zijn voeten, hing die over de wielen, op de grond en we werden er helemaal gek van. En soms is het gewoon heel handig om hem eventjes vast te kunnen zetten. Aha. Dat is het vooral. En nou ga je zitten. Nee, je mag lopen. Maar we zijn er blij mee tot nu toe. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Zelf ook van de glijbaan, hè? Ja, tuurlijk. Leuk. Kom, schat. De bus gaat zo vertrekken. Kom. De bus gaat zo vertrekken. We moeten van de glijbaan. Van de glijbaan? Ja, er is een glijbaan. Ik weet niks van de glijbaan. We moeten van de glijbaan af. Het hoort wel lekker, hè, deze? Heerlijk. Wow. Hij vindt het wel leuk, denk ik. Wauw. Wat is dat dan? Wat zie je daar boven? Dat is wel spannend, hè? Ga je nog een keer? Oké. Woehoe! Mama! Ja! Goed zo, trekken. Trekken. Woe! Jeetje, Mina! Oh,
wachten. Thuis is en die ging het een en ander doen, onder andere bestralingen, ben ik met Jessie naar Tilburg, want ook ik moet dingen doen. En ik ga vanavond bij Mitch eventjes gezellig kletsen en eten en dingen bespreken voor hun bruiloft, waar ik getuige van ben. Superleuk. Nu zijn we dus in Tilburg, maar we zijn bij mijn vader en volgens mij hebben jullie dit hier nog nooit gezien, want ik ben hier al een paar jaar niet geweest. Ik heb mijn vader wel een paar jaar gezien, maar ik ben hier nog niet geweest met Jessie. En hij kijkt zijn ogen uit. Hé, Joepie, wat kan je doen? Nou, kom, dit is van mij. Dit is van mij. Hij is niet ouder, hij heeft nog niet geslapen. Hij vindt alles leuk, dus hij is onwijs aan het ontdekken. En het is ook best wel een groot huis, dus alle hoekjes en gaatjes... is hij aan het onderzoeken. Hij gaat straks dus naar mijn moeder. En dan ga ik naar Mitch, dat is allemaal in Tilburg. En dan moet ik hem helaas uit zijn bed halen straks. Hou je het nog vol? Dat is een goed ding. Nou, hij wil alles doen behalve... Ja, hij is gelukkig niet heel druk of zo. Hey, wat doe jij? Een sinaasappeltje. Jessie, ik heb hier voor jou een sinaasappeltje. Kom. Sinaasappeltje opeten. En je tomaatje. Huh? Oh. Nee, waarom niet? Nee. Zullen we slapen? Kom jij ook? Vind je lekker? Heb je al gehoord? Ja, nee, kom maar. Zijn het eten, Jess? Ja. Ja? Mama, deze dag gaat hij... Ja, maar dat is niet de bedoeling. Dat is mijn eten. Maar heb jij al gegeten? Heb jij al lekker een nieuwe voor jou? Hey, een hele goede morgen. Ik ben natuurlijk al lang en breed thuis. Lekker geslapen. Maar we hadden er niet bij nagedacht dat Jessie niet naar de gastouder kan. Omdat ze daar allemaal weer positief zijn. En René dus nog bestraling had. En ik... het Dienestrad eigenlijk. Dus ja, dat is dan wel weer gewoon heel erg vervelend. Want dan moet je gewoon weer opbellen en zeggen van... kunnen jullie nog iets ruilen of zo? Want ik kan niet komen. Pas na een bepaalde tijd. Papa, ja. Ga maar een foto maken. Ik ga een foto maken voor jou. Nu ga maar iets zeggen. Wat moet ik zeggen? Iets. Iets? Nee, iets. Cheese. Nee, jij moet er blij moeten doen. Blij? Jij moet zijn. Ja, blij. Ja. Oh, hij is foto's aan het maken. Nou. Ik ga hem hoe dan ook een slaapje laten doen vandaag. Want het is gisteren geen slaapje. En toen waren we even gaan wandelen met mijn vader. In de binnenstad van Tilburg. Het ging me ergens wat lunchen. Laten we dat maar in de huiskamer doen. En hij was echt niet te doen. Hysterisch, huilen, nee. Goedemorgen. Ik heb een verlaat verjaardagscadeautje binnengekregen, zag ik. Ja, en hij moest in de koelkast. En nog een pakketje voor ons. Ja, en die was... Die was wel heel spannend. En gevuld met iets heel erg lekkers. Ik weet nog wel wat erin zit, maar ik weet niet meer wie het iets stuurde. We gaan even kijken. Jij bent eventjes... Ja, ik ben even laarsjes aan het schoonmaken. Want we gaan zo naar het Geertje in Zoeterwoude. Een Geertje. Lekker naar de geitjes. Gezellig. Met onze vriendinnen. Mariska. Ja.
Hartstikke leuk. Aangezien er iets bij stond met handschoenen en zo, is het handig om het eerste cadeautje hier in de wastafel even open te knippen. Ja. We moesten voorzichtig zijn in ieder geval. We hebben alles al lopen. Ja, maar ik ben ook bijna klaar. Nou, mooi. Wacht ik nu even op jou. Deze is van mijn zus. Deze is gevaarlijk. Are you ready? Dat is wel een heel groot pakket. Oeh. Jeetje jongens. Dit is zo lekker. Ik hou daar zo van. Oh. Die gaan we even wel heel goed bewaren. Voor onze cheat day. Het is zaterdag, dus dat komt mooi uit. Toppie. Oh, lekker zeg. Ja. Dankjewel. Daar gaan we heerlijk van genieten. Sowieso. Waarschijnlijk alleen nu nog even niet. Ik ben even net zo goed bezig. Maar die gaan we heel goed bewaren. Volgende. We gaan naar de geitjes. Wat leuk, kerstballen. Leuk hoor. Kerstballen? Papa? Ja. Kerstballen? Dat weet ik niet, dat staat wel op de doos. Gaan wij het openmaken? Ja. Zijn dat ook een kerstballen voor de kerstmaag? Nou maar luister Jess, ik denk dat er iets anders is. Wij gaan even kijken. Ja. Papa denkt dat er iets anders in zit dan kerstballen. Ik denk dat ook. Ja? Wat denk jij dat erin zit dan? Dat weet ik niet. Dat die in zit. Kerstballen. Dit zijn geen kerstballen. Oeh, ik zie al dingen die we mogen. Ja. Kerstballen, hè? Liefste schatjes, voor jullie iets lekkers om op te peuzelen voor je verjaardag nog zeg. En voor jou René, omdat we heel trots op jou zijn. Ook op jou zeg. En ook Jesse zal hem lekker vinden. En ook Els mag meesnoepen. Ja, dat staat er. Tot heel snel. We missen jullie. Dikke kus. Elena, Richard, Esme en Nienke. Oh, dat is lief. Lekker zeg. Kazen. We love cheese. Welke vonden we vorige keer zo lekker? Weet je dat nog? Iets met chili volgens mij. Lekker zeg. Hey, niet doen. Even kijken. Pesto kaas. Jonge kaas. Wat heb jij eruit gehaald? Bieslook. Het geheim van de abdij. Bejaardenkaas. Pepermix. Papa. Komijn. En papa. Kruidnagel. Oh, die lusten jullie wel. Die lust ik niet. Honingklaver. Oeh, dat klinkt ook lekker. Hartstikke lief. Nee, op, af. Klaar, dankjewel. Super lief. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb niet kerstballen, hè? Nee, zeg maar dankjewel, tante Elena. Dankjewel, tante Elena. Geen kerstballen. Huh? Dankjewel voor de kaas. Dankjewel voor de kaas. Dankjewel voor de kaas. Kijk, kijk. Wow, die zijn groot. Hey. Wat zijn dat? Dat zijn koeien. Koeien. Die is mooi en groot. Een lekkere verse. Een lekkere verse kwak. Heeft hij gepoept? Hey Jesse. Nou ja. Kijk. Dat is lief, hè? Nee, hij niet. Oh. Hij heeft gepoept. Poept. Ja. Jesse, kijk nou. Hij heeft gepoept. Hij heeft gepoept, Jesse. Kijk nou. Lekker. Nee, doet even een dutje. Jesse doet ook even een dutje. Even wat eten aan het voorbereiden. Ik heb hier wat lekkere kippendijtjes gekruid met wat gember, laurier, knoflook. En hier ga ik wat ui, knoflook en zongedroogde tomaatjes met paprika roosteren. Die moet ik nog snijden. Maar ik wil heel eventjes zeggen, want ik heb voor mijn verjaardag dus deze messenslijper gehad. En eerlijk waar, ik vind het echt de beste messenslijper die ik ooit heb gehad. Los van een aanzetstaal, dat is natuurlijk gewoon om wat braampjes weg te halen. Maar dit is echt om te slijpen.
En het werkt echt heel erg goed. Ik ben er echt super blij mee. Want mijn mes, mijn koksmes, die heb ik echt al 10 jaar. En die is een beetje verwaarloosd de afgelopen jaar. En er zitten nog wel wat hapjes in en zo. Maar hij was echt zo bot als, noem het maar op. Verzin iets leuks in de comments. Hij was in ieder geval heel erg bot. Ik heb hem dus geslepen met deze van Kitchen Living. Ik ga voor jullie een link zetten in de beschrijving. Want hij werkt echt heel goed. En ik ben er echt heel blij mee. Dus dat wil ik eventjes vertellen. Ook nog eventjes bezig met de stalen deur. De glazen deur die hierin zat. Want de scharnieren. Het scharniertje wat hier die aan de deur vast zat, maar deze zat dus in de scharnier. Die was afgebroken vorige week. Hadden we nieuwe scharnieren erop gezet, maar die zijn te klein. Dus die ga ik uitboren. En daarvoor had ik even een juiste boor nodig. Die is Els nu halen. En vanavond gaan we naar een verjaardagsfeestje. Dus dat wordt weer een gezellig druk weekend. Zometeen eerst even eten, want ik heb honger. En nu eventjes een lekker theetje. Het ook gebeurt. We zijn bij de boerderij geweest en dan was het koud. Dus nu even een lekker theetje. Het is einde weekend. Het is het begin van een nieuwe week. We zijn nog niet toegekomen aan de epoxy. Ik ben vandaag gaan kijken voor een trouwpak. Niet voor ons. Niet voor ons. En ik zag net een heel interessant filmpje van Lil Kleine. Je sleurt zijn vriendin even uit de auto en dan gebeurt er iets soort van half buiten beeld. Ja. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er gewoon. Hij sleurt haar uit de auto en stopt haar hoofd tussen de deur, zoiets? Nou, dat wordt er inderdaad geschreven. Het is gewoon niet duidelijk te zien wat er gebeurt. Maar ja goed, dat het onder het kopje zware mishandeling valt, is voor mij wel duidelijk in ieder geval. Hij moet echt geboycott worden. Hoor. Nou, die moet inderdaad geboycott worden. Ja. Glennis Grace had ook een onderhondje in de Jumbo. Dus het gaat weer lekker in... Gewelddadig onderhondje. Nou. Daar zijn we mee bezig met z'n allen, echt. Wat voor wereld leven we? En de een naar de ander komt met een grensoverschrijdend gedragverhaal. Ja, en dan zeg je met z'n allen. Maar dat zijn er dan twee van die rotte appels die het eigenlijk verpesten voor de rest. Want daardoor ga je denken dat iedereen, dat we met z'n allen helemaal aan het doordraaien zijn. Maar gelukkig is dat niet. Natuurlijk niet, maar als je dan nu ziet wat er allemaal naar boven komt. En nu hebben we het even over die mishandeling. Ja, de beerput is over die grensoverschrijdend gedrag. Het gaat van de media naar de politiek. Het is alleen maar goed, hè, dat naar boven komt. Ik bedoel, maar als je echt denkt van ja, wat voor wereld leven we nou eigenlijk? Gewoon blijf met je poten van elkaar af. Ik denk dat dat de essentie is van alles. Ja, absoluut. Ja, nou. Ja, dus week 2 gaat in voor de bestralingen. Ja, in de volgende vlog gaan jullie van mij horen en misschien zelfs zien dat ze er dus iets overheen gaan leggen voor het tweede deel van de bestralingen. Zodat het wat oppervlakkiger wordt bestraald en dus dichter bij de huid. Ja. Anders wordt die te veel gespaard. Ik heb een gesprek met mijn radiotherapeut. En waarschijnlijk heeft zij ook nog allemaal dingen te vertellen. Dus dat is wel leuk en interessant, denk ik, voor jullie ook. Ja, dat denk ik ook. En verder ga ik toch mijn haar verven. En niet omdat ik het niet leuk vind op zich nu. Maar ik heb zeer binnenkort iets leuks. Een fotoshoot voor iets. En dan ben ik toch liever gewoon blond. Ja. Dan komt het op neer. Zal ik ook een kleurtje doen? Stel ik zou een kleurtje doen. Welk kleurtje zou ik moeten kiezen? Vraag je dat aan mij? Nee. En de kijkers. Ja. En morgen is Valentijn. Ja, waar we precies helemaal niks aan doen. Nee. Nee. Ik hou toch elke dag van jou.
Cheesy, hè? Nee, maar het is niet dat wij daartegen zijn, want wij houden eigenlijk van dat soort dagen, toch? Ja. Dat vinden we eigenlijk juist heel leuk, maar... Zeker. We hebben zoveel... Ja, we waren bijna mee uit eten gegaan bij Holy Moly in Breda, met mijn zus. Ja. Alleen, ik ben vandaag naar Tilburg geweest. Ik ben van de week in Tilburg geweest. We zijn daarvoor nog in Tilburg geweest. En de benzineprijzen nou ook niet echt. Dat je zegt van, daar rijden we eventjes... We moeten sparen voor het huis. Kosteloos voorop en neer. En inderdaad, de sleutel van het huis zit eraan te komen. Ik vind 3-4 keer op en neer in 1 week naar Tilburg. En jij was al jarig. En Jesse is de 22e van februari jarig. Precies, daar zit nog genoeg aan te komen. Dus volgend jaar weer. Daarom. Toch? Maar ik verder wel dat ik... toch wel wat moe ben af en toe. Maar nog steeds vind ik het heel moeilijk om te zeggen of dat dan door de bestraling komt. Of gewoon door het wat minder goed slapen. Of gewoon de drukte met alles. Want ik merk wel dat ik gewoon... Ik kan echt minder hebben. Het voelt echt alsof mijn hoofd vol zit. Maar het is gewoon... Maar dat is ook waarom ik s'avonds zo snel, zo vaak vroeg naar bed ga. Omdat ik gewoon echt kapot ben. Dus ik denk wel dat we inderdaad... Ja, gewoon, het is dus gewoon een drukke tijd. Je moet veel naar het ziekenhuis, die kleine, het huis en zo. Dat we dus gewoon de ontspanning niet goed vinden. Nee. Het ook wel een beetje prioriteit stellen te maken, maar wat we dus niet zo goed doen. Maar dat is het gewoon. Weet je, ja, sommige dingen kan je gewoon niet aan ontkomen, ik bedoel. Ja. Maar we doen ook leuke dingen en zo, dus dat is ook ontspannen, toch? Dat is ook eventjes bijtanken. Zeker. Zeker. Nee, dat is ook zeker zo. Een lekker verjaardag. En we zijn dus naar het Geertje geweest. En, dus dat zijn allemaal leuke dingen. Maar thuis dan, ja. Dan is het toch wat later geworden. Dus ben je een beetje moe. En dan is Jessie flink aanwezig en tegendraads. En dan beginnen de honden uit het niets de hele tijd te blaffen. En dan staat de tv aan. En dan ben je vervolgens ook nog in gesprek. En... op een gegeven moment denk ik echt wel. Ik kreeg net, tenminste, ik zag het net pas op Insta een leuk berichtje van iemand die ons herkend had. Ja. Maar, je mag best iets zeggen hoor tegen ons. We bijten niet. Maar een hartstikke lief berichtje dat ik er goed uitzag. Super bedankt. Heel lief. Ja. En de kaas zijn heel erg lekker. En de spekkoek ligt nog in de vriezer voor iedereen die het zich afvraagt. Ja. Ik ga ook in de vriezer. De cryozone. Nou, dat hoop ik niet. Nee. Ja, ik weet het ook niet. Ik vond het een leuke metafoor. Maar ik bedoelde gewoon naar Droomland. Slapen. Misschien dat ik eventjes mijn zen-muziekje opzet. Aan de andere kant, het gesnurk van jou in mijn oren is ook wel geruststellend. You're right. Van jou zou je bedoelen. Als ik goed lig, niet toch? Och. Auw. En ik krap ook de hele tijd aan je tafel. Ik stoot op mijn hoofd. Uit, man. Er zit hier nog een knop. Valt je zo'n bult. Gelukkig is mijn buik nog zo. Nou, dit was me weer wat. Ik ben net een leven vlog. Een duimpje, man. Je niet abonneren, belletje aan te zetten. Notifications. En we zien weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende keer. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me.